Maar één ding, het kan een jaar duren, maar blessures gaan over. Je moet alleen jezelf al voornemen dat ze overgaan. Je moet je niet bij neerleggen dat een blessure een feit is. En blijf er niet te lang zelf mee rondtoppen. Ga ook naar een specialist. Naar je echt goed nakijken van wat is de blessure, wat zit erachter. Hoe lang moet ik hiermee door? Welke alternatieven zijn er? Want wat u net terecht zei, van lopers zijn geblesseerd en die willen morgen weer hardlopen als ze bij u komen. En dat gaat niet gebeuren. Dus je moet alternatieven hebben en daar moet je in thuis vinden. Bij mij was dat fietsen. Ik kon geweldig en dat hielp ook om je gewicht goed gesmeerd te houden en de spierkracht goed op orde te houden. Maar als je ouder wordt, dan wordt de vetlaag die aan de onderkant zit van je voet in je voedsel, die wordt dunner. En dan zie je ook dat mensen meer doorgezakte voeten gaan krijgen, dus dan toch wel goede demping moet hebben. Ja, als je hier de zaal aan kijkt, dan moet je wennen gewoon naar de steen. Gerard, heb jij ook goede tips nog voor mensen als ze een run willen lopen? Bij hardlopen is het simpel, vooral de lange afstand, rustig begin, snel finishen. Ook een tip, laat je niet te veel afleiden door de ambiance om je heen, vooral bij zo'n cityrun. En vergeet niet om goed te finishen, armpjes omhoog en wees tevreden met je prestatie. Ik heb geleerd dat bepaalde looptechniek niet per se één correcte looptechniek is. Dat te maken heeft met de aanleg. Hoe word je geboren, hoe loop je? En ook dat het voor een oudere loper ook altijd goed is om te blijven lopen. Ik vind alles over hardlopen leuk. Dus ook deze avond heerlijk om Gerard Nijboers in het echt te horen spreken en zien.